Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Hier is het helemaal. Helemaal toppie, hartstikke leuk, zonnetje schijnt nog steeds, daar ben ik blij. Wat zit er in een doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken, want het is altijd weer leuk. Ja, ja toch? Maar dat is ook niet veel. Worsies? Pepperami heet het. En het is, als je mij vraagt, een soort bifi-worsie. Protein cake staat erop. Ik weet niet of ik dat nog nodig heb. Een protein cake, een worstje, een bifi-worstje. En die wordt gemaakt in Duitsland. Nou, hartstikke leuk. Een Duits worstje. Oh, het is ook een Engels worstje. Het is een Duits-Engels worstje. Nou, dat is toch ook wat? Eerst was het oorlog met elkaar en nu hebben ze in samenwerking een goor worstje op de markt gezet. Leuk! Dit is de Pepperami Original. En Pepperami zal wel een soort salami worstje zijn, denk ik. Dit is de hot. Hier brand je lekker de bek aan. Hartstikke leuk. En dit is een fire stick. Dus daar zet je je hele smoel mee in de hens. Denk ik zo. Ja, je krijgt soms dingetjes opgestuurd en denk je, ja, lekker. En soms krijg je dingetjes opgestuurd en denk je, ha, gadverdamme. Het laatste is nu het geval. Want ik vind die prefab worstjes die je zo uit zo'n cellofaantje haalt, waar ze al 2,5 jaar in zitten, niet om te vreten. Ze zijn niet echt lekker. Ja, dat is zo. Beefy is ook niet lekker. Wie vindt nou beefy lekker? Wie eet er nou beefy worstjes? Ken jij mensen die beefy worstjes eten? Wie eet er nou beefy worstjes? Ik zie mezelf al ergens zitten. Glaasje pils. Komt een vrouw aan. Oh, we hebben iets lekkers. Nou meid, wat is het? Beefy worstje. Dan steek die maar waar de zon schijnt, zeg ik dan. Maar goed, als Ahmed het opstuurt, dan gaan we dat gewoon op een normale manier reviewen. Want wij zijn namelijk niet van de lullige, hè? Bij Jans Reviews. Ik begin met de original. Dan ga ik over naar de hot. En dan maak ik het af met de fire stick. Tegen die tijd ben ik waarschijnlijk aan het huilen van de hitte in mijn waffel. Iedereen heeft daar zijn zin, behalve ik. Maar goed, het zal wel. Er staat wel op 100% pork. Op allemaal 100% pork. Ja, dus voor alle Joodse en islamitische kijkers van Jans Reviews. Dit is niet aan jullie besteed, want dat mag niet voor jullie. Oh, het ziet er heerlijk uit. Nee, het ziet er verschrikkelijk uit. Nou ja, zeg. Dus hij zit dus in een cellofaantje en dan zit er nog een condoompje omhoog. En dan kan je hem er zo uitschuiven. Ik weet het niet, maar ik krijg vieze gedachten hierbij. En niet de gedachten waar ik op zit te wachten. Godsamme kraak, wat stinkt het wel. Nou, dat is toch niet normaal. Moet je dat nog opbakken of zo? Want dat ziet er toch verschrikkelijk uit. Ik heb het even opgezocht. Laten we zeggen, ligt ons ook een hondenpiemeltje. Dan moet je gewoon zo eten. Met condoompie er dan niet omheen, want dat is plastic. Alleen ik denk dat het grote verschil tussen het condoompie en het worstje niet zo heel groot is. Ja, hij is minder hard dan een bifi-worstje. Want ik heb uiteraard wel een keer een bifi-worstje gegeten. Maar eigenlijk is het volkomen smakeloos. Het is overduidelijk verken. Het is overduidelijk verken. Maar waar smaakt hij naar? Naar zout. Het is een zoutworstje. Een proteïnekick noemen ze dat. Nou, ik noem dat gewoon. Het is een smakeloos worstje. Goed, zoals het altijd gaat, kroompje er weer veilig om. En knoopje erin. En in het prullenbakkie. Nou, dan gaan we over naar de hot. Daar zal waarschijnlijk weer wat meer smaak aan zitten. Ja hoor, ook hier. Een Deze stinkt nog heftiger dan dit. Die gewone, de original, die ruikt gewoon naar, ja, naar zo'n vies fabrieksworstje. Te veel zout. Ruikt een beetje naar vleesig. Dit is dan de hot. En God mag weten waar die naar ruikt. Ik denk dat als jij op een zonnige donderdag je vingers ook langs de rand van de groene bak aan de weg haalt. En doet zo, kom je hier een beetje in de buurt. Dit ruikt naar iemand die zich al een tijdje niet heeft gewassen. Maar het ruikt niet heet of zo. Het ruikt niet naar peper of wat dan ook. Nou, dan gaan we. Hot.
Pepperimi, Duits-Engels product, hot. Nou, dat valt wel mee, die hot. Er zit wel meer smaak aan dan die original, maar dat is ook niet zo gek. Want dat is echt helemaal niks. Ja, wat is het? Het is eigenlijk een soort goedkope chorizo. Spaanse worst, pittig, ook rood, van de paprika. En niet van de peper, maar van de paprika. Het zal hier ook in zitten, de paprika. Het is gewoon zo'n heet worstje. Hot zou ik het niet noemen. Ik zou zeggen pittig. Hij is niet vies. Hij is wel smaakvol. Zou ik hem willen eten? Zeg maar naast deze reviews. Nee, want ik zie de meerwaarde van dit soort kauwworstjes niet in. Want eigenlijk is het niet heel erg lekker. Het is eigenlijk gewoon... Ja, het is een beetje hard, oud, gekruid vlees wat je zit te kauwen. Ik word er niet blij van. Kijk, als ik 4 weken niks heb gegeten... Ik kom uit de woestijn, ik heb het net overleefd. En ik krijg een glaasje water met daarnaast zo'n gorwashi. Eet ik hem gewoon op. Maar de kans dat ik zo uit de woestijn kom, is nul. Ik vind het onnodig product. Dan hebben we nog de pepperini. Oh god, dat ding heet pepperami. Ik zeg al wel dat pepperini. De pepperami firestick. Ik neem aan dat deze echt heet is. Maar zeker weten doe ik het niet. En ja hoor, je verwacht het niet. El condomo. El sausage. Si. Dat is wel handig. Waar die gewone rook naar... Die hot rook naar... Ruikt die firestick naar... Dit ruikt gewoon... Naar een natte hond. Die ook nog een keer een lichte odeur uit het waffeltje heeft. Hoe kan iets van voeding zo ruiken? Verschrikkelijk. De pepperami firestick gaat nu het mondje in. Ik hoop dat dit wel heel heet is. Hè, dan hebben we allemaal ons pleziertje. En dan slaat het nog ergens op. Want hot was niet hot. Hoe is de firestick? Oh ja. Ik wilde eerst even zeggen dat hij niet heet was. Ik wilde gaan zeggen dat het lullig is om firestick op iets te zetten. Waar geen hitte in zit. Dat heb ik gelukkig niet gezegd. Ik ben op dit moment gigantisch mijn bek aan het branden. Oeh. Holy fuck. Nou, dit is... Jezus, wat is het heet. Zweet het op mijn hartstikke gelijk. De pepperami firestick is bloedheet. Het brandt. Het doet pijn. Het is een kwelling. Godzame kraken. Even wat drinken hoor. De fout die ik altijd maak als ik mijn bek brand is gelijk een litertje koud water in sodemieteren. Dat moet je eigenlijk doen. Je moet het met melk doen, want met water wordt het alleen maar erger. Het is net dat je, weet ik veel, een glas water in een pot... Kokend vet gooit, ja, staat ook je hele huis ineens. Nou, dat heb ik dus nu met mijn hoofd. Tijd voor de cijfertjes. Doe niet best. De original pepperami smaakt er niks. Nou ja, de zout. Het is niet echt lekker vlees. Het is grof. Het is hard. Je moet erop kauwen. En je denkt, wat heb ik nou in mijn mond? Het is zeg maar het neefje van een bifiworsie. Het is eigenlijk gewoon verdrietig. Als je er echt niks van bakt, kom je hierop uit. Dit is niet meer waard dan een 4. Het is gewoon echt niet best. De pepperami firestick is van hetzelfde totale oninteressante vlees. Het is een totaal oninteressante structuur. Ik zou het gewoon helemaal niet gebruiken. Alleen deze heeft dan nog wat leuke effecten. Dat als je na een paar keer kauwen denkt van nou, gebeurt er nog wat. Je hele smoelwerk in de hand staat. Is dat leuk? Nee. Is het lekker? Ja, ook nog steeds niet. Deze krijgt een 5 voor het effect. En de winnaar is het worstje hier bungelend in een vol condoompje. De pepperami hot. Waarom? Omdat de smakeloosheid van het original, de achterlijke hitte van de firestick, een soort van gecombineerd wordt in hot. Want deze smaakt gewoon lekker naar een chorizootje.
Is het een lekkere chorizo? Nee, het is een verschrikkelijk goedkope, vervelende chorizo die je ook niet moet kopen. Alleen, hij is smaakvol. Deze kan je eten. Als je bij mensen op het terras zit, dan denk je, hoop dat ze volgende keer wat duurdere hapjes kopen. Maar je hebt ze, nou, je kan hem wel opeten en je niet helemaal irriteren aan de kwaliteitarme situatie. Dus deze pepperami hot krijgt van mij, omdat het toch nog ergens naar smaakt en niet al te goor is, een zesje. Nou, hartstikke leuk. Ik heb mijn proteïne binnen voor de rest van de maand. Nou, dag.